Ik reis graag per trein. Dat is relaxed. Je kunt je mails even checken. Je kunt een mooi boek lezen. En hey, wie reist heeft veel te verhalen. Zo was ik op een dag op een reis in Duitsland op weg naar een conferentie waar ik zou spreken. Ik reis dan graag in eerste klas, zodat ik ook wat kan werken aan mijn manuscript. En terwijl ik aan het werk ben, ik zit helemaal alleen in de coupé, zo in een hoekje net als nu, hoor ik ver achter in de trein mensen beginnen te lachen. En niet één, niet twee, gewoon echt meerdere. Ik kijk achterom, door een glazen wand, maar iedereen in de coupé kijkt rustig voor zich uit. Er is niks aan de hand. Even later, terwijl ik gefocust ben op een manuscript, hoor ik de geluiden dichterbij komen. Opnieuw hoor ik mensen die beginnen te lachen. En ik hoor een donkere stem iets zeggen, maar ik kan het niet verstaan. Het is ook in het Duits. Ik kijk weer achterom. Maar de mensen achter in mijn coupé zitten gewoon rustig stil. Ik weet niet wat het is. Ik focus me weer op mijn werk. Nog een kwartiertje en dan ben ik op mijn eindstation. Dus ik wil mijn werk nog even snel afmaken. Maar dan hoor ik achter mij in de coupé de deur opengaan en hoor ik een donkere, zware stem zeggen: "Goedemorgen, dames en heren," met een Engels accent. En ik zie zo'n grote Afrikaanse man, de conducteur van de trein, de coupé binnenkomen. En ik zie hoe hij voor iedereen aandacht heeft. Niet alleen maar de kaartjes checkt, maar ook vraagt hoe het met hem gaat. Een grapje maakt, voor iedereen een kwinkslag heeft. De mensen beginnen te lachen en er verschijnt ook op mijn gezicht een grote glimlach. En ik denk, nog even, dan komt hij ook mijn coupé binnen. Maar je voelt hem misschien al aankomen. Ik zit in mijn hoekje en de deur gaat open. Maar de conducteur ziet me helemaal niet zitten. Hij loopt me een straal voorbij richting de machinist. Een gemiste kans. Voor mij geen kwinkslag, voor mij geen grapje of een goed woord. Dus ik pak mijn spullen weer bij elkaar. Nog heel even. En de trein begint langzamer te rijden. We staan stil voor een sein. Maar dan, de uitsmijter van de dag. In één keer hoor ik de stem van de conducteur. Over de speaker. Door de hele trein. Met zijn Engels-Duitse accent, zeg maar. Waarin hij ons allemaal een prettige reis toewenst. Een mooie dag. Hij bedankt ons dat we met hem gereisd hebben in zijn trein. En weet je, in die reis ontdekte ik dat één mens het verschil kan maken voor alle andere reizigers in die trein. Deze Afro-Duitse conducteur met zijn brede glimlach heeft me geraakt. Hij deed me denken ook aan een uitspraak van Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 3. Daar zegt hij, jullie zijn een brief van Christus, die iedereen kan lezen. Dat is natuurlijk geen brief van papier, schrijft hij. Nee, ik bedoel dat iedereen jullie geloof kan zien. En dat iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de geest van de levende God. Weet je, wat zou het mooi zijn dat jij en ik, net als die conducteur in de trein, voor iedereen die God op ons pad brengt, een woord van bemoediging hebben. Dat we een stukje leven mogen brengen, positiviteit. Woorden van God voor mensen. God die van mensen houdt. Dat is de les die ik heb mogen leren in de trein. Want wie reist,